Hey, wie hebben jullie in de studio zitten? Nou, wij hebben Sharon Doolwhite. Ik probeer het een beetje Engels te maken, maar... Sharon. Oké, nou goed. Hey, en een enorme hoeveelheid hout is hier opeens binnengewandeld. Klinkend hout. Kun je uitleggen met wie je hier bent? Ja, ik ben met Hans Lachs op de contrabas en met Don Hofstee op de gitaar. En dat klinkt al een beetje als jazz. Jazzy? Ja, een beetje. Een beetje jazzy, ja. Oké, klopt het dat je de Billie Holiday van Groningen bent? Oh, dat is wel een compliment. Of de Ella Fitzgerald of zoiets. Nee, ik vind Billie Holiday wel leuk. Nee, ik luister heel veel naar haar en ik vind haar echt geweldig. Dus ik vind het wel een compliment als je dat zegt. Ik vind het mooi. Hey, zullen we beginnen met wat te draaien van jullie? Ja, dat is, moet ik wel even wat bijzeggen, want dat is namelijk met... ik heb twee dingen. Wat je zo meteen gaat spelen, dat is met het kwartet, jazzkwartet. Ja. Wil Jasper, Felix Degenaar, Hans Las en ik. Oké. Nou, we gaan hem draaien. Don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the frim-fram sauce with the awesome fay with chafafa on the side. Don't want pork chops and bacon, that won't awaken my appetite inside. I want the frim-fram sauce with the awesome fay with chafafa on the side. Well, you know a girl, she really got to eat, and a girl, she should eat right. Five will get you 10. I'm gonna feed myself right tonight. Don't want fish cakes and rye bread, huh? You heard what I said. Ooh, waiter, please, I want my fry. I want the frim-fram sauce with the awesome fay with chafafa on the side. Don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes. Ooh, I'm never satisfied. I want the frim-fram sauce with the awesome fay with chafafa on the side. Don't want pork chops and bacon, that won't awaken my appetite is high. I want the frim-fram sauce with the awesome fay with chafafa on the side. You know, girls, we really got to eat, and you know we should eat right. Five will get you 10. I'm gonna feed myself right tonight. Don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. Oh, waiter, please, I want my fried. I want the frim-fram sauce with the awesome fay with chafafa on the side. Oh, with chafafa. Nou, dat klinkt lekker. Ja. Hey, vroeger was Groningen volgens mij jazzstad nummer 1 in Nederland. Het is op dit moment hiphopstad nummer 1. En de jazz is nog steeds niet dood. Nee, natuurlijk niet. Nooit niet. Nooit niet. Jazz, daar komt alles, ook de hiphop komt uit de jazz. Dus dat is echt het begin van de origine van de muziek.
Dus eigenlijk zijn we hier heel terecht bezig met de roots van de hele Groninger muziekscene. Dat denk ik wel. Ja. Nee, maar als je nu ook kijkt, je kunt bijna elke avond in Groningen nu echt naar live muziek luisteren. En ook live jazz, er komt steeds meer erbij. Dat is hartstikke goed. Wat zijn de vaste spots? Je hebt natuurlijk de Smederij op dinsdagavond. Ja. Je hebt dan iets nieuws, dat is ook New Orleans Jazz Café op donderdag, waar ze veel doen. De Petit Theater, dat is dan waar wij zelf het scepter heen en weer zwaaien. Oh. Oké. Okay. En zo zijn de Alto natuurlijk, hè, waar wat gebeurt. Zo zijn er de Spiegel heb je ook nog. Je hebt Buckshot natuurlijk, waar ook... is echt wel veel. Elke avond kan je bijna wel iets van jazz meekrijgen als je dat wil. En ook veel jonge mensen, dat is het leuke ervan. He, het is niet alleen maar de oude garde of zeg maar de oude... Oude lullen, ja. Of zo, maar gewoon echt ook jonge mensen die zich echt met jazz bezighouden. Dat is echt een hele goede ontwikkeling. Oké, dus Groningen is eigenlijk nog steeds jazzstad nummer 1. Ja, ik kan me voorstellen dat je over niet al te lange tijd hier bijvoorbeeld een soort jazzfestival krijgt. Dat zou geweldig zijn, want je hebt zoveel goede muzikanten hier in het noorden van Nederland. Dat is echt niet normaal. Nou, we hebben natuurlijk al het North Sea Jazz Festival. Maar dat is straks niks. Vind ik meer een popfestival eigenlijk. Ja, dat klopt. Dus dat, de tijd is rijp voor jazz. Ja. Een soort Waddenzee Festival. Ja. Nou, dat lijkt me wel een aardige. Over de naam moeten we nog even dobbelen. Ja. Oh, zeehondjes als logo. Het Lauwersmeer Festival, ja, zoiets. Ja. Hey, Le Petit Théâtre noemde je al. Wat is dat dan? Le Petit Théâtre is het kleinste theater van het noorden. Zo kan je het zien. Er kunnen maximaal 40 mensen, denk ik, in. En daar hebben wij elke vrijdag jazzsessies met in eerste instantie tot een uur of vanaf 10 uur tot een uur of 10:45 gast optreden. Ja. En dan daarna is de sessie geopend en dus echt met goede muzikanten. En daar hebben we ook muzieklessen worden er gegeven. We hebben filmavonden, dus als je denkt van hey, ik heb niks te doen op zaterdag, maar ik wil wel naar een leuke film, dan bent u welkom. En dan krijg je een inleiding ook nog over de film. En je kunt natuurlijk dan bij House of Spice kun je dan een diner gaan nuttigen. Helemaal in de sfeer van de film. Dat kan. En concertjes op zondagmiddag. Okay. En waar is het? Le Petit Theater is dat zit in het platformtheater. Dus als er niks gebeurt in het platformtheater, dan kun je aanbellen. Daar staat ook een bel, een jazz sessie. En dan moet je heel even wachten, niet gelijk weglopen, dus niet ongeduldig worden. Maar dan komt er iemand aan en dan gaat de deur open en dan word je meegenomen. Dat klinkt wel heel erg vanuit de drooglegging in Amerika. Dat soort zoiets, ja. Dit gaan we doen, dit gaan the we doen. Gay and roaring twenties. Zoiets, ja. Hey, dus er staan nog twee mannen met hout. Groot hout en klein hout en allebei klinkend hout. Dus jullie gaan wat live doen. Ja, en dat is dan... iets anders als een combinatie tussen flamenco, een beetje en jazz. En we zijn natuurlijk nu maar met z'n drietjes. En normaal hebben we nog Pascal Binnenweg erbij op de gitaar en Rafael Tahapari op de percussie. En dit zijn ook eigen liedjes. Oké, ga je gang. Did you ever think you'd see me again? I remember your face, your smile, like the moon over the sea. Can you remember me? You can run, you can hide. But still, what I feel so true, it took me by surprise. I can see in your eyes confusion. Lives there some things you can't share. Expected someone that reflected all you looked for but couldn't find.
not stare you in the face. Oh, no, darling, don't worry. Life is not a race. 'Cause everything under the sun has its own time and place. I hold on to memories we shared, 'cause I know you care. Life is strange, but it can be rearranged. I'm not saying goodbye, 'cause in my heart I know that we will meet again. But honey, oh, I just don't know where. Spannend hoor, met zo'n telefoon op de achtergrond. Ja, dat hoorde er niet helemaal bij, maar ja, dat krijg je. We zitten hier naast de nieuwsredactie, dus ja. Ach. Het nieuws gaat door. Ja. Hey, prachtig gespeeld en gezongen. Dankjewel. Complimenten. Het klonk alsof we een cd op hadden staan. Het was een soort warme uitzending in een koude nacht hier. Oh jee. Dat vind ik wel heel tof, ja. Wow. Oh Lord, have mercy. Hey, zijn jullie toevallig hier ook mee bezig met een album uit te brengen of zo? Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Hè? Maar daar heb je natuurlijk heel veel geld voor nodig. Maar dus als er sponsors zijn, bellen. Gewoon allemaal bellen nu. Nu. Maar, ze belden net al. Ja, nee. Ja, natuurlijk, de bedoeling is er gewoon om gewoon een heel mooi album uit te brengen. En ik wil er gewoon niet te lang mee wachten. En zo begin, rond maart zou het wel leuk zijn als het klaar is. En ondertussen zijn we gewoon lekker veel aan het optreden. En mensen warme gevoelens geven. Zo is het. In koude nachten. Ja. In koude nachten. Die komen er. Ja. Die zijn er al. Ja. Hey, maar volgens mij is het gewoon een kwestie van... studio ingaan, in één middag het opnemen en nog een middag voor het afmixen en klaar. Dat kan. Maar je bent natuurlijk niet in je eentje. Je hebt natuurlijk te maken met natuurlijk fantastische muzikanten. En die willen natuurlijk ook gewoon dat ze er goed op staan. Dus die hebben zeker wel wat te zeggen. Hè? Ze zijn natuurlijk allemaal perfectionisten. Maar het kan heel vlot gebeurd zijn. Ja. Dus zijn wereldalbums zo opgenomen in de jazz, hè? Ja, en ook gewoon in ruimtes die niet in studio's zijn, maar gewoon in concertzaaltjes en gewoon live albums. En dat is ook gewoon heel mooi, want dat is puur. Dat is denk ik ook muziek. In petit theaters. Dat zou kunnen, ja. Ja. Goed, daar spelen jullie vanavond, hè? Ja, wij spelen vanavond. Vanaf 10:00. Allemaal komen! Noem nog even het adres. Le Petit Theater is gevestigd aan het Boterdiep 46. Platformtheater. In het Platformtheater. Aanbellen, wachten bij de deur. Aanbellen, wachten en dan komt er wel iemand langs. Of er staat een uitsmijter en die wijst je dan de weg. Smijt je naar binnen. Ja, soort ja, insmijter. Naar binnen. Ja, een propper. Ja, een insmijter. En over live gesproken en puur van... Ga nog even los, zou ik zeggen. Is goed. Er is nog een ander liedje en dat heet dan Time Will Tell. When I look at you, I don't feel blue. It's been a while since I was able to smile. You took me by surprise. I wanna make you mine. If only your heart was free to be with me. I'm not gonna push you if our love is true. But time will tell. Oh, I just don't know you that well.
Is it you or is it me? Which one of us cannot see? To see, 'cause you never expected to be free, free in your heart and mind. Someone that's so, so kind, someone that understands you, someone that you can't do without. I'm not gonna push you if our love is true. Time will tell, I just don't know you that well. Prachtig, dankjewel. Als dat album gewoon met z'n drieën wordt opgenomen, dan heb je aan mij een koper. Ja, sowieso. Ik zou zeggen, van doe er niet te veel meer bij. Nee, maar het is echt wel heel erg leuk als je dus met de flamenco-gitarist erbij. En hij speelt dus ook af en toe gedeeltes met de viool. Dat mag. Ja. Ja, precies. En voor het ritme, hè? Dus de sfeer. Ik deed net een beetje gek met die vogeltjesgeluiden en zo, maar je moet er wat meer sfeer. Ja, okay, hè? Dus het is wel belangrijk dat je die mannen er ook bij hebt. Toch wel. Oké, je hebt me overtuigd. Ja. Hey, op het internet, waar ben je te vinden? Oh, ik ben te vinden op www.petittheatre.nl, maar ook op www.chess.nl en www.houseofspice.nl. Kun je me ook vinden. En op Facebook? Facebook, Chaz, Sharon Doelwijd, Sharon Carlin Doelwijd, Petit Theater. Gewoon niet te missen. Hey, hartstikke bedankt dat jullie er waren. Dankjewel. En veel plezier en succes vanavond. Dankjewel. En ik hoop op een volle bak. Ja. Ja, ik hoop het ook. Dankjewel. Goed, wij gaan door met de agenda. Gebeurt het in Groningen, dan hoor je het bij Scherpe Oren. Jouw stad, jouw muziek. Nou, je hoorde het al. Vanavond kun je dus naar Le Petit Théâtre. En dan hoor je Sharon en haar kornuiten. Verder is...